Aan de rand van de racebaan van Seoul staat Jong-ho met zijn etenskarretje sandwiches te maken. En Jong-ho komt uit Noord-Korea. What's he making over there? Nee, 여기서는 가짱 경마장이고요. Warme kaas ziet erop gaan, vlees, plakken ham. Ah, 오늘은 장사 좀 잘 안 돼요. 비도 오고 날씨가 좀 많이 안 좋았어. Vandaag was er veel regen in Seoul, het is boven de 30 graden, maar vandaag was er een waren de flinke regenbuien, dus de zaken gingen niet zo heel erg goed voor hem. So, what do you remember from North Korea? 저희 집 앞에는 강이랑 산이 있었고요. Jung-ho Park woonde als kleine jongen aan een rivier, de grens met China. Aan de andere kant van zijn huis ziet hij een maïsveld, eigendom van de Noord-Koreaanse regering. Hij herinnert zich nog het zwemmen in de zomer en sleetje rijden in de winter. Zijn broer is al gevlucht en reist regelmatig heen en weer tussen China en Noord-Korea. Wanneer Jung-ho aan ondervoeding leidt, besluit zijn broer dat ook hij moet vluchten. Rond 3 uur in de nacht gaan ze met een paar anderen naar de rivier, de grens met China. Jung-ho kan door de wilde stroom van de rivier, het is het seizoen van de monsoonregens, niet zelf de oversteek maken en wordt gedragen door zijn broer. De grens wordt uiteraard bewaakt, maar de grenswachten zijn omgekocht door de groep. Op het laatste moment is de wisseling van de wacht echter veranderd, waardoor de omgekochte soldaten niet op het moment van de oversteek dienst hebben. De groep wordt gezien en zelfs beschoten, terwijl ze proberen de overkant te bereiken. Aan de overkant worden een paar mensen van de groep gepakt door Chinese militairen. Jung-ho en zijn broer weten te ontsnappen. Via een missiepost in China kan Jung-ho uiteindelijk naar Zuid-Korea vluchten. Zo'n 30.000 Noord-Koreanen zijn sinds de scheiding van Noord en Zuid in 1953 naar Zuid-Korea gevlucht. Een route die vaak via China en Thailand loopt, want de grens tussen Noord- en Zuid-Korea is een zwaar bewaakt gebied. De buffer tussen de twee landen is de zogenaamde gedemilitariseerde zone van zo'n 4 kilometer breed. Ik ga er naartoe met een toeristentour. Verboden voor Noord-Koreanen en voor Zuid-Koreanen alleen mogelijk als ze het een week van tevoren aanvragen. Nou, nogal heftige film over wat Noord-Korea allemaal heeft proberen aan te doen bij Zuid-Korea. En een mooi einde waarin de gedemilitariseerde zone werd voorgesteld als een prachtig natuurgebied. Omdat microfoons hier niet echt op prijs worden gesteld, neem ik dit toch met een kleiner apparaatje. Vandaar de andere geluidskwaliteit. Ik sta nu op de grens waar toch duidelijk wordt dat die spanning er is. Op de achtergrond te horen de propaganda die door Zuid-Korea wordt uitgezonden richting de grens naar Noord-Korea. En de gids vertelde dat als ze die uitzetten, dan is het andersom ook te horen. Noord-Koreaanse propaganda richting Zuid-Korea. Korean people, do they? I mean, it's only 40 kilometers away from Seoul. Aan mijn gids Jenny, die zelf in Seoul woont, slechts zo'n 40 kilometer hier vandaan, vraag ik of ze zich zorgen maakt over de rakettesten van Noord-Korea. No, not scared. Sometimes yes, why not? But we get used to it. Whenever they fire the missile and we say heart attack. We cannot live here. Ja, mijn gids Jenny zegt dus dat als ze zei zich druk als Koreanen zich druk zou maken om wat er allemaal in Noord-Korea aan raketten de lucht in gaat, dan zouden ze ongeveer elke dag een hartaanval moeten hebben van de spanning. Dus ja, ze maken zich er eigenlijk totaal niet meer druk om. We would have a heart attack every month or so. Oh, every week or, yeah, every month. So. Hello, my name is Ji Seong-ho. Ji Seong-ho is voorzitter van NOW, Now Action and Human Rights. Een organisatie die zich inzet om Noord-Koreanen te helpen naar Zuid te komen. De propaganda uit de luidsprekers van Zuid-Korea gaat misschien net de grens over. Zijn organisatie maakt radioprogramma's die door middel van zenders in Zuid-Korea in heel Noord-Korea te horen zijn. Kim Jong-un, 북한 노동당 위원장의 별장 경비부대에서 훈련받던 북한 이제 그 de uitzendingen bereiken vooral een jonge generatie die in de programma's verhalen horen over jongeren die in Noord-Korea op straat leefden en bedelden, maar in Zuid-Korea de kans kregen om te studeren. 이런 사람들이 와가지고 대학 공부를 한다. 이것을 북한 사람들이 듣게 되는 거죠. Recent hoorde hij nog het verhaal van een jongen die zijn ouders en oudere zus na het horen van de uitzendingen overtuigde om naar Zuid-Korea te gaan in de hoop hier te kunnen studeren. Maar de verschillen in cultuur zijn natuurlijk groot. En de Noord-Koreaanse studenten hebben vaak moeite om zich staande te houden.
In Seoul luister ik mee met een Noord-Koreaanse student die geholpen wordt door een Zuid-Koreaanse vrijwilliger van de organisatie Citizens Alliance for North Korean Human Rights. When you ask them to decide among like many choices. Mira Chia geeft leiding aan de vrijwilligers die hier de bijlessen verzorgen. Een van de verschillen die je ziet is dat als je een Noord-Koreaanse student vraagt om een keuze te maken, bijvoorbeeld in verband met een vakkenpakket, dan vragen ze of jij dat voor hen wil doen. Can you pick it for me? Boklam Jo uit Noord-Korea is zo'n student. Hij herinnert zich ook dat ze tijdens schooltijd door de leraren gedwongen werden om de straat op te gaan om ijzer te verzamelen. IJzer dat door de staat gebruikt zou worden om wapens te maken. Vrije keus is dus iets waar hij aan heeft moeten wennen. Gemiddeld kwamen zo'n 7 tot 10 jongeren per maand naar Zuid-Korea. Maar Mira Chia ziet dat aantal de laatste tijd dalen naar 4 à 5 per maand. Because of the security issues of Chinese and North Korean borders. Vooral omdat China als bondgenoot van Noord-Korea de jacht op Noord-Koreanen in China heeft opgevoerd. Terug naar de rand van Seoul, waar Jung-ho in zijn wagentje zijn broodjes verkoopt. Als ik voor zijn wagentje sta, waar hij net weer een lekkere sandwich heeft afgeleverd, zie ik een aantal foto's naast de foodtruck hangen. What's this? 여기가 한국 마사이라는 곳인데 여기랑 이제 통일부 이게 그 현대자동차랑 마사회랑. Oké, er staat North Korean Defector Food Truck. Dus het is echt, hij adverteert bijna met het feit dat hij als Noord-Koreaanse overloper deze gevluchte jongen deze food truck heeft. So why is this important for you? Jung-ho was de eerste die dankzij steun van het ministerie van eenwording, dat gaat over zowel diplomatieke zaken die met Noord-Korea te maken hebben, als over dit soort hulp aan studenten, en de paardenrenbaan waar hij zijn plekje heeft, en motorbedrijf Hyundai, waarvan de oprichter zelf afkomstig is uit Noord-Koreaans gebied. Jung-ho was de eerste die dankzij steun van deze organisaties een etenswagentje heeft gekregen. And what about ever returning to North Korea, is that an idea in your head? En of hij nog wel eens aan teruggaan denkt? Hij zou het mooi vinden daar in Noord-Korea ooit een eigen bedrijf te beginnen. En zo Noord-Koreaanse jongeren te kunnen helpen aan een baan. Het verhaal van de Noord-Koreaanse vluchteling Jung-ho in een reportage van Maarten Bleumers. Morgen hoort u een reportage van hem over ouderen in Seoul, waar ooit goed voor werd gezorgd, maar de jonge generatie lijkt ze nu vergeten te zijn.